uitvoeren. Just. Wij zijn dankbaar voor al de goede dingen die de Heer ons op deze aardkloot heeft gegeven. Door boetedoening en met zijn hulp zullen wij onze zonden beleiden. Hij verlost ons uit de duisternis en leidt ons door het heilige licht van Jezus Christus naar het hemelse rijk. Want het vlees is zwak. Telkenmale zal de duivel proberen ons in verzoeking te brengen, want hij zwaait de scepter over de wereldse geneugten. Laten wij vertrouwen op de Heer, dat hij ons, zusters en pupillen van Johanna Regina, voor de zonde zal behoeden. Amen. Zo lekker. Wij zingen Psalm 415, eerste vers. God, wij danken u dat u ons de weg heeft gewezen om onze leerlingen op te leiden tot eerzame burgers, die onze moderne, goddeloze maatschappij tot lichtend voorbeeld kunnen strekken. Mogen door de genadigdheid het duivels verlangen geen vat krijgen op hun reine lichaam en geest. En vergeef ons onze boezemzonden. Amen. Amen. Zet u voor, dan. Waar zijn de goede manieren? Huh? Excusez-moi, mère, sœur. Ze wordt met de dag ongezeggelijker. Op die manier komt er niets van het terecht. Meent u dat? Ach, het is zo'n levenslustig kind. Altijd opgeruimd. Haar kamer anders niet. Altijd rol. Ach, vreugd. Misschien moeten we eens met haar ouders praten. Die zijn er in het buitenland. We moeten geen slapende honden wakker maken. We zullen hun hulp nog hard nodig hebben. Zonder het internaat was dit klooster al lang naar de kiekstijl geweest. De gloed die van haar borsten opsteeg naar zijn handen, gaf aan dat het betreden pad moest leiden naar dat wat zij beiden onbewust gewild hadden. Welk een goddelijke verrukking. Zijn van liefde zwangere gemacht vocht zich een weg naar haar gretige God, die hunkerde van verlangen hem in haar zompige, hete gewelven te ontvangen. Toen hij dan ook voor haar poort kwam, aarzelde hij niet en schoot in één keer recht op zijn doel af. Hevig teisterde hij alle hoeken van haar gewelf, om tenslotte als één galmende vreugdekreet
gans en vuur pijlen in haar uit te stoten. Zij waren tot één samengesmolten. Dit was wat de schepper bedoeld moest hebben. Dit was liefde. Wauw. Dan het mes voor het hoofdgerecht. Kompie? Dus eerst de soep. Ja, die maar op. Menno, altijd van deze kant. De soep van links. Zet het. Dames, wij brengen de lepel vanaf de zijkant naar de mond. Zo. Juist. Hondenponnetje, wat heeft die make-up op jouw gezicht te betekenen? Zo, is Jezus ook een man? Je zou toch niet willen dat je een jaar voor je eindexamen werd weggestuurd? Denk eens aan het verdriet van je ouders. Ze willen je het beste van het beste geven om je in deze meedogenloze maatschappij een glansrijke carrière te bezorgen. Nespa? Het bevalt hier toch wel? Goedemiddag. Nou, zeg eens, wat heb je op je hart, mijn kind? Doe, voor de praat ermee. Je weet toch dat je mij alles kunt toevertrouwen? Maar ik wilde iets vragen over het leven. Over de liefde. Maar dan een ander soort liefde als waar wij ons... Dan, een ander soort liefde, dan, continue. Dan, waar wij ons in Johanna Regina aanwijden. Wij voelen liefde voor God de Vader. Maar hoe zit het met de liefde voor een ander mens? Dat je hart sneller gaat kloppen, je wangen gloeien... En alle klokken gaan bijeren als een man als één gram de vreugdekreet, gans en vuurpijlen. Ho, 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 kind, hoe kom je in godsnaam aan dat soort woorden? Dat soort aardse liefde, daar hoef jij je hoofdje nog lang niet over te breken. Die komt pas wanneer de liefde voor de Heilige Vader zich voorgoed in je heeft genesteld. Anders zal die onherroepelijk leiden naar de poorten van de hel, waar de duivel je lachend op staat te wachten. Neem dat maar van mij aan. Ik zou het bij God niet weten. Wachtwoord. Dat staat op de invitatie. Dit heb je nou aan de ingang, je stond daar niet in. Daar zijn ze al. De bankdirecteur. Kom, stop, zet die schoenen. Magdalena, zet Clara. Zet Theresia. Door jouw kamer. Met een wolkje melk. Het is steeds meer weg van de gevangenis. Fout, in de gevangenis kun je er niet uit. Hier kun je er niet in. Wees blij. In te domine speravi. Pardon? In te domine speravi. Herstel. Ja, minder dan vorig jaar de economische teruggang heerst al om. Oh, wat zal het u lonen? Net genoeg voor niemand ook. Ja, en dit is het geld van dit jaar voor ons dochtertje meer dan vorig jaar in verband met de economische teruggang. Zo, Petronella, kunt u dit in het rode koffertje van de hondenbolletje deponeren? Dank u. Geef dat dan maar aan mij, Evert. Mannen laten altijd van alles vallen, vindt u niet? Oh, van mannen weten wij niets, kom maar niets hoor. Ze is toch wel? We zien wie de man. De meisjes hebben hun privacy. In dit geval. We zien wie de man.
geboortedag opgespaarde zakgeld in 100 pondetjes ontvreemd. Inclusief het rode koffertje. Het is duidelijk, ze is ontvoerd. Nee. Ja. Waar moet je heen? Hè? Oh. Ga je mee? Oh, wat aardig. Ik moet naar de stad. Dat is ook toevallig. Ik moet ook die kant op. Let je een beetje op de weg? Vind je me aardig? Ja, meneer. Wil je met me trouwen? Als je je ja-woord geeft, laat ik de hele kleerzooi barsten. Ga ik met Jan naar Parijs. Of weer liever Rome. Hè? Alles kan. Ik ben schatrijk. Vlug voordat de takkenwijf terugkomt. Doe je het? Nou, het is wel aardig aangeboden, maar ik wil liever eerst een paar dagen naar de stad, hoor. Daar ben ik nog nooit geweest. Maar alleen het weekend dan? In Hotel Metropool. Vlug nou, ze komt. Oh, Jezus, daar is. Dat mag u niet zeggen. Misschien ga ik volgende keer wel een nachtje in het Hotel Metropool met u. Daar komt mijn vader ook altijd. Kijk, mijn trouw echtgenoot toch eens. Au, dat had ik niet in de gaten, dat ik gewoon die meid ben omgekeerd. Au, hè? Geile bok, bok. Hier, hier. Maak dat je wegkomt, slet. Sophie, here! Sophie!
Zo, dame, uw rijbewijs graag. Bedag, meneer. Heeft u zich bezeerd? Waar moet u heen? Ik moet naar de stad. Ik heet Honneponnetje. En u? Herman. Zo, die is mooi, de lul, Herman. Dat wordt een zegging van rijbevoegdheid. Herman. Ik word gek. Hou je goed vast, hoor. Ja. Die kietelen. Kom. Zo. Doe je voorzichtig? Ja, meneer. Er loopt heel wat gaaiers rond. Dieven, steneurs, drugs, moordenaars. Nou, pas maar op. Dag, kind. Doei. Oh, wacht even. Zat je poen er ook in? Poen? Je geld. Ja, mijn zakgeld. Verder niets. Nee. Ja. Wat gouden sieraad, iets bijzonders. Nou, wou je wat uit de muur of zo? Pardon? Oh. Ik wil de politie aangeven dat je koffertje gejat is. Oui, monsieur. Hoe heet u? Harry, zeg je altijd u? Alleen tegen oudere mensen. Het hoort zo. Hoe heet jij? Honneponnetje. Ik ben vandaag jarig. Leuke verjaardag. Gefeliciteerd, Honneponnetje. Jezus Christus. Oh. Wat nou weer? Vloeken mag niet van God. Oh, sorry. Ben je voor het eerst in de stad? Ja, meneer. Mijn vader komt er wel vaak, maar die heeft het altijd heel druk. Nog broertjes? Zusjes? Nee, meneer. Meneer, Kate Harry. Hoe oud ben je eigenlijk geworden? Oh, nee, wacht. Niet zeggen. Nou, eigenlijk lijkt je wel 16, 17. Ja. Maar verder denk ik 13, 14. Pas maar op, zo alleen in de stad met al die kerels. Nee, ik ben 16. En u? Jij? Wacht. 31. Ik ben 21. Oh, wat raar. Was het lekker? Als jongen heb, weet je alles. Oh. Ja, sorry. Bent u op vakantie? Of werkt u in een Chinees restaurant? Hoezo? Oh, nee. Doe je fysiologie aan de universiteit? Is je moeder van zes of zo?
fysiologie met een F. Dat is de wetenschap der natuur. Oftewel de normale levensrichting van levende wezens. Dat soort dingen. Oh, dat is ook liefde. De weken is ook even van. Ja, ik ben pas tweedejaars. Van dieren weet ik veel meer. Lekker? Als je honger hebt, eet je alles. Hè? Heb je iets gejat? Ben van huis weggelopen? Toen hij haar arme man en haar dicht tegen zich aantrok. Haar wangen begonnen te gloeien van opwinding. Zij sloot als in een hoes haar ogen. Doorloop wat je kou. Jij ook. Als je van huis bent gepeerd, van huis bent weggelopen, krijg ik sorry met de politie, oké? Okay? Mijn vader en moeder weten dat ik een paar dagjes in de stad ben. Luister nou toch. Als deze
hysterische opvoeders opspoort. Wie weet wat ze ons dochter er allemaal aandoen. Laat in godsnaam de politie de ruimte houden. En rustig afwachten tot ze bellen voor het losgeld. Je hebt gelijk, Gerda. Als we maar niet te veel eisen. Waar moet ik met al die overdreven cadeaus heen? Geen idee. Toen hij dan ook voor haar poort kwam, aarzelde hij niet. En schoot in één keer recht op zijn doel af. Hevig teisterde hij alle hoeken van haar gewelf. Om tenslotte met één galmende vreugdekreet gans zijn vuurpijlen. Nou ja, nou ja. We kunnen Petronella niet eens uit de orde stoten, omdat we dan onder de gestelde limiet geraken. Wat moeten de ouders wel denken wanneer ze horen dat dat soort zedeloze literatuur onder de meisjes roeleert? De goede naam van Johanna Regina is door deze zogenaamde ontvoering van Hollepolletje toch al dadelijk aangepast. Zogenaamde? Hoe bedoelt? Heeft u die zaak nooit in verband gebracht met dat liederlijke boek? Kom op. Waarom dacht u dat de ontvoerders tot op heden hun losgeld niet hebben geëist? Dacht u dat? Groot God. Juist. Ik verzoek u echter van mijn vermoedens met geen woord te letten tegenover de ouders van Bonnetje. De schande die in dat geval over ons zou kunnen komen, zou er wel eens borg voor kunnen staan dat de restauratie van onze afdeling volkomen naar de Filistijnen gaat. Sorry, folks. Just had a bad drink. Got something to smoke? Dit maar even aan. Waar kan ik me verkleden? Wat? Heb je geen badkamer? Oh ja hoor. Een paar slaat er verderop, een hele grote met 40 douches. Achteraan de rij aansluiten, het is nu spitsuur. Nou, zo dan. We mogen niet kijken, hè? Geef je natte spullen maar. Verkleed je je niet. Zo krijg je een longontsteking. Heb jij wel eens iemand bloot gezien? Een meisje. In het echt. Oh, zoveel. Niet te geloven, zeg. Ik ga eens niet kijken, hoor. Dit wil op een preutse school, zeg. God zal me kraken. Van. Je hebt koorts. Moet je alles niet bij dat ze je komen halen? Nee hoor, ik ben er net. En ik wil nog zoveel weten over... Oh, hé,
Heb je dat hier? Annette's Liefde Zang? Dat is zo'n mooi boek. Nooit van gehoord. Het gaat over een man en een vrouw die elkaar heel erg aardig vinden. Alleen het laatste hoofdstuk snap ik niet. En op school wisten ze het ook niet. Geven ze bij jullie geen seksuele voorlichting? Nee hoor. Wat is dat? Waar ging het dan over? Wat stond er ook alweer? Dat een man gans zijn vuurpijlen in haar sompige grot uitstoot. Evert, dit is nou al de tweede rijke luisdochter die dit jaar ontvoerd is. Als ik nou weer toegeef, is het hek van de dam en ben ik de risée. Voeders die lachen zich rot als jij die losprijs betaalt. Spaargeld waar de hele stad voor geploeterd heeft. Ook mijn spaargeld, ja. Gooit meneer over de balk om naar de eisen van een stelletje terroristen te dansen. Pijpen. Naar de pijpen te dansen. Dat kun jij niet begrijpen, Virulie. Het is ons enigste kind. Jij hebt zelf geen kinderen, daar kun jij niet over oordelen. Zelf niet, nee. Ja. Ik ben als hoofdinspecteur verplicht mijn mannen in te zetten om de ontvoerder, CQ, jullie dochtertje, op te sporen. Als ik dat nalaat, heeft de koningin mij voor jou met de korte achternaam aangesteld. Desiderius, please, no police, ik smeek je. Geef ons de tijd om zelf met de ontvoerders te onderhandelen. Het is nog maar zo'n onschuldig kind. Ze heeft er waarschijnlijk niet eens weet van wat er allemaal overkomt. Nee. Ik ben bereid de dag te zien. Alleen uit vriendschap voor jullie en om jullie dochtertje te sparen. Kom, ik ga naar moeder de vrouw. Houd goede moed, Gerda. Kerel, bel me zodra je de hoogte van het los gaat weten. Dank je, Desiderius. God zal je lonen. Ons arme kind. Let wel! Niet meer dan één dag. Je bent knap laat, jongen. Ja, sorry. Als ik het niet dacht. Eruit jij. Het is hier geen bordeel.
En zeg maar tegen die Harry van je dat hij zijn boeltje kan pakken. En dat als ik die 3 maanden huur niet krijg, ik de politie op hem afstuur. Oh, dat hoeft niet hoor. Ik vraag wel een poen aan mijn vader. Mag ik hem even bellen, alstublieft? Shh. Mijn huis uit, slet! Precies. Weet u misschien waar de universiteit is? Hé, hey, trek in de snelle wind. Nee hoor, daar word ik veel te duizelig van. Die is maf, hé. Zo, jonge dame, zoek iets. Oh, dag meneer. Ik zoek Harry. Harry? Harry hoe? Er zijn er hier wel 10. Oh, van fysiologie. Fysiologie. Even kijken. Ik heb niet gestoord, want je hebt een tentamen. Oh. Zal ik je even helpen? Kom maar. Ben jij uitkijken, klootzak? Ja, mannen kunnen soms knaplastig zijn. We kunnen bij ons op kantoor wel even bellen. We kunnen meneer Romanski niet zo lang laten wachten. Is dit echt zelf? Wauw. Ja, dat durft hij zelf niet zomaar iemand aanspreken op straat gewoon doen. Moet ik altijd voor hem doen. Let's have lunch in the Sheraton Premier. Ja. Yeah. See you, Jack. Bye. Hi. Hi. Niks beters te doen. Kom eens helpen met mijn fiets. Leg die moer niet vast. Hè? Ja, al 2 keer gegapt. Dat zal maar geen 3de keer gebeuren. Ja, wat hier maar schuiven. Het geld is alles te koop. Wie is dat? Heb je zijn laatste film niet gezien? Apollo Romanski. Staat net in de nieuwe story. Hoe heet dat kring ook alweer? Wacht, ik zal eens kijken. Hier. Apollo ontdekt nieuwe actrice. Zegt hij, ik lust er wel pap van. Wauw. Ik heb nog nooit een film van u gezien. Oh nee? Die draait bij ons niet. Die zijn allemaal boven de 16. Ik ben net 16 geworden, gisteren. Ah, dat gaan we samen vieren. Ik maak tegenwoordig alleen nog maar grote films. En minstens boven de 10 miljoen dollar, anders kom ik er mijn bed niet meer vooruit. Mijn paradepaardje. Cheers. Lekker, priklimonade. Dus alles draait om de wanhopige liefde tussen die oudere man en dat jongere meisje.
Aan het eind van de film is uiteraard het hele gezin van die man dat een verdomme is. Echt? Even repeteren. Jij bent dat meisje, dan ben ik even die man. Dan gaat hij. Hou je echt van me? Ja, meneer. Zeg maar, Polo. Ja, meneer. Apollo. Van Apollo Romanski. Ik ben op dit moment voor zaken in de States. U kunt naar de... Shit. Uit zee. Hoe staat die? Prachtig. Jij bent geknipt voor die rol. Kijk, hier is je tekst. Jij gaat hier zitten en dan kom ik. Wat is dat? Een zonnebank. Wil je eronder? Ga je gaan. Oh ja, als het lijf uit zee komt, dan gaat het in de zon liggen. Moet ik je even insmeren, anders dan verbrand je. Goede meisje. En... Ik spreek met deze gedupeerde mensen. Ik wil aan u vragen, hoe lang denkt u dat dit drama nog gaat duren? Wij hopen natuurlijk heel kort. Maar er zijn helaas gevallen bekend dat het een aantal weken, soms een aantal maanden. Maar nogmaals, wij hopen natuurlijk dat ze zo snel mogelijk weer bij ons terug is. Een warme gloed gleed door haar ganse lichaam. Het was als een van lava kolkende vuurmassa die ontstond overal waar zijn gretige, maar stuurloze handen haar behoorden. Hemelse koren klonken op uit het diepe gewelf van haar geest. Weerloos gaf zij toe aan de golven van hartstocht die haar lichaam overspoelden. Heren ontvoerders, waar u ook zit, wie u ook bent... Als vader van mijn dochtertje, mede namens haar moeder, deel ik u mede dat wij bereid zijn het losgeld dat u ons zal vragen te geven. Waar mij dat als bankdirecteur maar mogelijk is. Mits u haar ongeschonden naar ons terug zal brengen. Ze is ons enigste kind. Ze is ons enige kind. Belt u ons zo spoedig mogelijk. Ze is nog maar een kind. Zijn zachte handen gleden aarzelend omlaag, alsof ze zich afvroegen of dit verboden terrein was. Welke goddelijke verrukking. Godsdanspijn. Heren ontvoerders, toon dat u nog over enige menselijkheid beschikt. De gloed die van haar lichaam opsteeg naar zijn handen, gaf aan dat het betreden pad moest leiden naar dat wat zij beide onbewust gewild hadden. Hoofdstuk 8. Stil is. Tot u sprak de directeur van de Centrale Citibank vanuit hun woning via een rechtstreeks verbinding. Tot straks. Oh. Mag ik even bellen? Ja, oké, jongens, daar. Waarom nou weer heren ontvoerders? Huh? Hoe weet je nou a priori dat het een kerel is? Ah, zo is het mogelijk. En waarom is het een vrouw? Met het huis van de familie. Ah.
Hallo, lieverd. Dag, pap. Met Hornepon. Ik heb zoveel meegemaakt. Zijn jullie ongerust? Ach, Wat leuk, hè, dat u nu eindelijk op de televisie was. Dat wou je toch altijd zo graag? Dat u er altijd zo over zat te zeuren, hè? Dat u de enige beroemde man was die nog nooit op de televisie was geweest. Oh, pap, ik heb gauw nog wat losgeld nodig. Hallo? Wat bent u er nog? Hoeveel losgeld? Oh, lieverd bent u toch. Nou, 500? 500? Dat heb ik niet hier. Dan moet ik naar de bank. Dat kost me een uur. Is dat goed? Waar zit je? Waar moet ik het afgeven? Even vragen, een ogenblikje. Meneer, wat is het adres hier? Lincoln Dreef 6. Oké. Hey, pap. Het adres waar ik nu zit is... Centrale Citybank, is die hier ver vandaan? Met een taxi 10 minuten. Oh, ik ga het zelf met een taxi. Over een uurtje bij de bank? Van Zanten zal het je in een tas geven. Doe je voorzichtig. Natuurlijk, iedereen is erg aardig. Vuile schot! Oh! Hallo. Oh, ja, hallo. Oh, goeie genade, wat doen ze nou? Kijk, kijk, hoortje! God, wat doen ze nou? Oh. Ze is zo dapper. Ze wil zich niet laten kennen. Kom, onmiddellijk naar de bank. We hebben nog 58 minuten en 32 seconden. Jullie escorteren. Fred, hop, 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 hop. Maar weet, dit is via ons. Ik stuur onmiddellijk een ATB naar de Centrale Citybank. Roger. Heb je me gezien? Van Zanten zorgt dat die 500.000 gulden klaar liggen. Het gaat om het leven van mijn dochtertje. Zoveel geld hebben we helemaal niet in kas, meneer de directeur. Dat weet u zelf toch het beste? Nou, die transactie. Nou, stuur op. Domme net op tijd. Of niet? Wat nou? Nou, vertel op. Wat deed hij allemaal? Ik mocht de hoofd van zijn nieuwe film spelen en door jou gaat het niet door. Ja, wat voor film? Porno? Schreeuw niet zo. Als je schreeuwt, dan is de duivel hier gekomen. Romanski is een duivel, ja. Porno. Is die boven de 16? Waar ging het over? Huh? Nou, gewoon. Ik lag op het strand. En... Naakt? Nou, zeg op. Hé, naakt? Nee, gek. Dat mag ik niet. Bij Romanski wel. En toen kwam er een leuke vent aan. Die zei... Oh, meisje, pas toch op dat je niet verbrandt. Zal ik je even insmeren. Ken je die film? Heeft hij helemaal ingesmeerd? Ja, natuurlijk, anders was ik toch verbrand. En als jij het niet verkloedert, had ik nu alles geweest van Annette's liefdeszang. Non de jus! Je had toch tentamen? Dan wat lief is. Ik ben niet boos, echt. Ik vind dat veel aardig met Apollo Romanski. Oh, jij weet net zo weinig van liefde. Aardse liefde als moeder Overste. Ik zei het al, ik kom slechts tot 489.362 gulden en 21 cents. Engeland? Nee, dat duurt te lang. We hebben nog 16 minuten en 21 cents, seconde precies. Verdomme, nou nog maar 18. Dag meneer, kan ik dat geld hier bij u deponeren? Ja, mevrouw.
Dag mevrouwtje. Welkom op mijn bank. Van harte gefeliciteerd. U kunt er zeker van zijn dat uw spaarcentjes op onze bank in goede handen zijn. Ik heb er met mijn man vanaf onze huwelijksdag aan gespaard. Zwaar 80 jaar nu. U zult er geen spijt van hebben, mevrouwtje. Net genoeg. En verder toe dan? Ja, ik heb het over echte liefde. Hè? Mm-hmm. Een romantje stuurt elke keer lekker een meid die je tegenkomt in bed. Echte liefde voel je maar voor één persoon. Ja, dat weet ik al. Staat ook in mijn boek. Maar dan? Ja, zeg, dat ga ik niet vertellen met al die mensen erbij. Je weet het niet, hè? Zeg maar dat jij het ook niet weet. Het is niet erg, hoor. Alles in orde? Of 10 minuten. De hele wijk is afgesloten, inspecteur. We houden contact via de bank. Dan drukken ze zich tegen elkaar aan. Ja? En dan worden ze lichamelijk opgewonden. Oh ja, toen Romanski me aanraakte. Als over die kerel begint. Oh, sorry. Ja, je vertelt het wel mooi, maar zo langzaam. Ja, omdat jij de sissies doorkwekt. Excusez-moi, monsieur. Ga dan door. Dan kleden ze elkaar uit. Echt? En dan, kun je het niet aan je ouders vragen? Oh, nee hoor. Die doen zoiets nooit, dat weet ik zeker. Maar met die vuurpijlen, hoe gaat dat? Wat? Leuken? Ik ga naar huis. Naar huis? Ja. Oh, vergeten. Ik moet naar de bank. Tot zo. Doei. Bent u vrij? Ja, lekker dier. Stap maar in. Hallo. Je leuke stad, ja? Sorry, ik heb al een vlag. Ik kan niet verstaan. Geef niet. Ik ben naar de Centraal Citybank, mevrouw. Die is tussenmiddag dicht, over 5 minuten. We zullen hem even een jetje geven, liefje. Mevrouw Fokker. Mevrouw Rijk. Wat is er allemaal? Die vijfde Fokker. Leuke mensen. Aardige stad, hè? Ja, lief. Ja. Oh, wat een lekker dier ben je. Drie man, gegijzeld naast bestuurder. Over. Ze zijn met 3 man. Gegijzelde zit voorin. Niet schieten, losgeld wordt overhandigd.
zondag, zo stil. Daar is de bank. Net op tijd. Stand by. Roger. Ik ben zo terug. Oh, de bank gaat dicht. Kunt u mijn geld halen? Gezellig. Is goed. Het staat klaar in de tas. Voor honneponnetje. Vlug. In tas. Ja. Doe ze de groeten. De groeten van honneponnetje. Is goed. Jammer. Palestijnse terroristen wonden. Hallo. Is er iemand? Ik geld voor meisje in de auto. Vlucht haast. Nu hebben. Wat zat er? Los hem. De groetje van honneponnetje. Schiet op, man. Kijk. Wanda ma b'araf hig. Is maar lo. Jalla, gallas! Opschieten! Anders te laat! Terug! Joëlie! Ah! Wallah, ma b'araf ish. Dank u wel! طيب يا عزيزة أنا ما بعمل حزر عندي أيدين اثنين بس فاهمة اسمين خيل اسخوت لا فايف أمك لاتي ما نفين جبخت أوكي شنوش D93 Saarduurt alles stand by stukjes vol Roger. Ik zie jou verrassen. Jezus Christus. Die ongekuste taal wil ik in mijn klooster niet horen. Hoogelier nog één keer en je sodemiet het maar op. Hartelijk gefeliciteerd met mijn 16e verjaardag. Oud genoeg om een paar dagjes naar de stad te gaan om uit te vinden wat liefde is, honneponnetje. Schande. Ze is ontvoerd en daarmee is de kous af. Is dat duidelijk? Au, non de Dieu. Ik zeg, is dat duidelijk? Ja, moeder overste. Los geld. Sir Francisca! Oeh, oh, de Sir Petronella, Sir Clara, Sir John Gilgood, Sir Magdalena. Ici, Evite. Oh, wat is er met u aan de hand? Oh, er is weer een stuk stukwerk naar hem nagekomen. Maar dat is niets vergeleken met de taak die de heer ons nu opdraagt. Ik heb toch eens ernstig nagedacht over de ontvoering van honneponnetje. Nu wij schromelijk tekort zijn geschoten in onze taak om over haar veiligheid te waken, dienen wij het lot in eigen hand te nemen. En haar uit handen van de duivel, van de ontvoerders te redden. Buiten de auto's om,
En de politie? Is dat niet wat voor Barra? Het losgeld is nog maar net over. Ik merk dat u nog slechts snoepjes bent. We dreigen al onze goedwil bij de ouders te verspelen, zolang ze niet veilig teruggekeerd is binnen de muren van het klooster. Die op instorten staan als er niet snel geld beschikt is. Ons nonnenbestand dreigt toch al onder de gestelde limiet te geraken. Nu Sir Theresia niet meer als zodanig kan worden meegerekend. Ja, graag. Met suiker en een wolkje melk. Voilà. Ergo, de heer roept ons op naar de stad. Ja, ja! In de naam van de vader. Vader. De zoon, de heilige geest. Amen. Met de koekje. Zo, wijfie, kom er maar in, hoor. Wat heb je gedacht? Shit. Het is beter uw geile begeert in te ruilen voor een daad van naasten, lieve jongheer. Stappen, allemaal! Zullen we het nou krijgen? Hé! Hey. Ja, draag! Die kerk van jullie, ik heb hem maar met de pot op je ader! Eruit! Hé! Hey. Schijn aardigens! Eruit! Ja, ja, jij allemaal! Eruit! Een stuk, hè? Ja, hè? Hé, hey, en denk eraan, lekker dier. De stad is wat anders dan dat dorp waar jij vandaan komt, hè? Als een kerel je lastig valt, dan hebben we gewoon een trap tussen de benen. Dat helpt. Oh, dank u wel. Doei! 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 Doe het een keer met mij. Als een volwassen man het met een minderjarig meisje doet, dan gaat hij de bank in, de gevangenis in. Artikel 280, eerste lid. Echt? En als ze zelf graag ook wil? Ook. Maar niemand hoeft toch te weten. Als we straks naar Hotel Metropool gaan, eerst liggen samen in bad. En daarna in een heel groot bed. Ze hebben hele grote bedden. En dan samen... Je moet toch ergens slapen? Ik heb net 500 gulden bij mijn vader gehaald. Veel te weinig voor zo'n tent. Maar morgen moet ik terug naar het internaat en dan weet ik nog niks. Ik zou best. Ik vind je echt heel lief. Maar ik ken je net. We gaan zo sluiten hoor. Ik ga het wel even aan de overkant wisselen. Dit is wel genoeg voor Hotel Negropool.
hebt u nog eens vaker gereden? Natuurlijk wel, mijn kind. Ik ben rijbewijs gehouden op een 18e. Waar is de rest van het losgeld? Lijkt me mooi van de domme. Waar is de ontvoerder? Mijn vriendin zit zonder 1 cent in de cafetaria op me te wachten. Ik moet weg. Hou je nou maar even in de domme. Wie waren die Palestijnen? Welke Palestijnen? Hou je nou maar even in de domme. Vleeselijke gemeenschap in de gaten? Nooit gezien. Hij maakt mij mooi van de donder. Communist? Waar slaat dat nou weer op? Dus je geeft het toe. Nou moet jij eens goed naar mij luisteren, jongeman. Ik zit hier al meer dan een uur met jou te lullen. Als jij niet meewerkt, ga je achter slot en grendel. Dat bankbiljet heeft hetzelfde nummer als het losgeld. Als jij de dochter van de centrale Citibank niet hebt vervoerd, hoe kom je dan aan dat geld? Van mijn vriendinnetje, dat heb ik toch al gezegd. Vraag het haar dan. Ze zit al die tijd in die tent op me te wachten. Kan ik even bellen? Ja, we zijn op ons achterhoofd gevallen. Oeh. Hoe heet die tent? Iemand jij. Nou, maar zit hoor, meid. Alle kerels zijn hetzelfde. Hij zegt gewoon met je poen vandoor. Neem het maar van mij aan. Er is niemand meer hoor. Het is al 5:30. Oh, mijn fiets. Jeetje. Ziet ze eruit, meisje van jou? Ja, leuk. Klein, ze is net 16. Een donkerblond haar. Van die grote hondenogen. Mooi figuur. En ze heeft een hele mooie... Ja, zeg, hoe moet het nou? Hoe heet ze? Hondenbonnetje. Hondenbonnetje. Ja, kan er ook iets aan doen. Hondenbonnetje? Zo heet het meisje uit het klooster ook, non de Duc. Mooie meid. Een trucje van niks. Jij valt op omdat het de dochter is van een bankdirecteur. Ik draai jou de bak in als je niet binnen 5 minuten bekent. Wacht. Ben jij nog met de bezig? Ja. Stuur hem onmiddellijk hierheen. Kijk of de vader dat herkent. Het vogeltje was al gevlogen, inspecteur. Die was zo dicht als een mandje. Lek. Zie je nou wel? Dat zwerft ergens door de stad zonder 1 cent op zak. Dat is jullie schuld. Doen jullie dan wat? Evert, verdachte beweert dat dit hondenponnetje is. Onzin. Ik begrijp hier de lol niet van. Het is niet echt om meer te doen dan dat je het goed vindt. Ik zou je moeten opsluiten, jongen.
Die poedervlek op de linkerbil. Hou op. Schop! Kinderverkrachting. Dat zal ik je betaald hebben. Ik word gek. Mijn dochter, hè? Alleen het thuis. Deze spannende film even voor een spoedoproep van de politie. De 16-jarige dochter van de directeur van de Centrale Citibank, die gisteren uit het elite-internaat Johanna Regina werd ontvoerd, is tot op heden niet door haar ontvoerders vrijgelaten. Hoewel haar ouders hedenmiddag gehoor hebben gegeven aan hun eis tot betaling van de 500.000 gulden losgeld. Nieuwe gegevens zouden er echter op kunnen wijzen dat deze ontvoering niet geheel tegen haar wil tot stand is gekomen. De foto die wij thans tonen, geeft de vermiste weer zoals hij er in het internaat placht uit te zien. De volgende foto is van recentere datum en geeft een beeld van hoe ze er vermoedelijk nu uitziet. Haar gedaanteverwisseling zal er vermoedelijk toe hebben bijgedragen. Dat is geweldig, zit die bang bij een geldschieter? In het duister tast omtrent haar... Nou, je bent niet geschikt voor de rol. Ik zoek een ander type. Ik zal zien wat ik kan doen. Nou zeg! Die gesprekken over haar reis en verblijfkost. De verblijfplaats is bij ons aan het goede adres. Voor een tip die tot haar opsporing leidt, stellen haar ouders een beloning van 10.000 gulden beschikbaar. De leiding van het meisjesinternaat Johanna Regina was helaas bereikbaar voor enig commentaar. In verband met deze zaak, wat mannetje! Mannetje! Aangehouden hij een deel van het losgeld trachtte in te wisselen. Zijn verhoor heeft echter tot op heden slechts... De kamer 1131, mag de politie... Vanavond komt even binnen. Er zijn twee collega's van u binnen. Huh? Twee collega's. Sir Pietronella. Ja. Wat gelukkig. Oh, ongeluk er weer. Zo is het. Dat doet me niet. We zijn voor jammer te kort achternaam naar die tent geweest. Het vogeltje was verloren. Natuurlijk, ik begrijp je positie. Dus... Oh, grote god. Mijn fiets. Dat is hem. Dat is hem even. Rustig nou, mensen. Kom, ik hoor. Is toch geen bestaan. Ik ga op mijn klacht doen. Sophie, nee, 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 Sophie, het hele toch niet. Sophie, zus. Sophie. Bent u niet, Fiedelie! Deze verdachte schijnt contact te hebben gehad met een minderjarige. Mijn vogeltje zelf was al gevlogen. Zo, Romanski, is het weer zover. Ik kom zo. Fiedelie, mijn advocaat zit in Londen. Ik heb die andere tip van verdachte ook nagetrokken. Maar het vogeltje was al gevlogen. Ik zit hier, god beter met... Wacht even, Evert. Blijf even hangen. Inspecteur. Wat is er nou weer? Hondenbommetjes in een taxi onderweg hier naartoe. Ze komt er zo aan. Evert, nee dan nog. Kom onmiddellijk hierheen. Je dochter is terecht. Dat zal ik jullie verteld zeggen. Handen, hoe durft jullie de rest van God zo te behandelen? Zorg er liever dat mijn pupil terecht komt, inspecteur. Dat is er. Arresteer u de mens. Ik pik het niet, Fiddelie. Alleen omdat ik dat meisje achterop... Tijdens diensttijd.
Hey, man, de hele gezin is aan de verdommenis tot het ontslag. Dankzij deze idioot is onze splinternieuwe wagen rijp voor de school. Mijn advocaat is op de hoogte van deze zaak en zit in Londen. Meneer Apollo Romanski, mag ik een aantekening van u? Hondenbonnetje. Oh. Is er vol? Kom maar mee. Kom maar. Waar is hondenbonnetje? Wees je derries. Wil ons even alleen laten. Maar. Voor alles. Oh, vergeten. Het geld zit nog in het kussensloop. Dat begrijpen ze wel. Zorg maar eerst dat die knul uit de bak komt. Hier een beetje uit te sloven? Iemand, ja. De pupil is terecht en zo te zien zonder kleerscheuren. Oh, God zij bedankt. En het losgeld? Ja, dat heeft zij in de haast in het hotel laten liggen. Hotel? Jij gaat naar Hotel Metropool, kamer 1131, om de poen op te halen, ja? Minus 1000 gulden. Maar eerst breng je moeder overste terug naar het klooster. Versnopen? Dus eerst... Schiet hem maar op. Nogmaals, onze excuses voor... Taxi! Taxi! Oh, je bent toch wel een taxi? Ik moet naar Hotel Metropool. Kunt u even wachten, chauffeur? Dame, ik ben zo terug. Uit de weg! Hé. Ach, kom even kijken voor rekken. Uit de weg, man. Jullie allemaal. Zeg me even thuis af, wil je een fiets is gejat. En morgen een snipperdag, die hele nep ontvoering zit het papieren. Dat kan niet, het losgeld. Wat noemt het u? In je hand jij. Waar is het losgeld? Ik heb het hele hotel ondersteboven gekeerd. Die tas is nergens te vinden. Ook dat nog. Ik word gek, weet je wel. Yeah!
Hoe wel? Kunnen we wel vergeten. Kom maar goed, Knel. Ik heb een goed gesternte. Heeft u een invitatiekaart? Heeft u het wachtwoord? Ik moet alleen een cadeau afgeven. Is dat goed? Lieve? Proficiat. Heren. Achter is ze. Wat een consternatie. Wat jullie niet hebben doorgemaakt. Het verloren schaap, kind toch. Een beetje stilletjes, hè. We moeten maar een beetje ontzien naar al die ellende. Natuurlijk. Is het losgeld dat terug? Er wordt nog gezocht. Belangrijkste is dat ze terug is, hè. We zien jullie straks. Of ik u nogmaals blijk geven van mijn dankbaarheid. Mocht de tas met geld alsnog gewonden worden, dan geef ik u de helft voor het herstel van de klooster. God zal het u donen. Ah, bozuk para burada ya. Arkadaşlar, paralar burada. Hey, Allah. Ne şey? Godverdorie. Hallo? Ja, ben maar politie, snel. Ja. Ja, ik heb losgeld gevonden. Hé, hey, schoon. Onze paradijs is dus niet. Vertel dan. Is het vast? Ja, jullie moeten Hannepannetje wel met rust laten, hoor. Vart, zijn jullie al klaar? Vart, ja, naar de kapel, jullie. Ga jij ook gaan verkleden? De mis begint zo. Oui, mère. Hannepan. Waar blijft ze toch? Ze zou hem toch niet weer gespeeld zijn? Zo, Clara, gaat u eens kijken waar Hannepannetje uithangt. Jij begint vast. Ik heet u allen, vooral de ouders van onze pupillen, van harte welkom. Tijdens deze bijzondere mis willen wij de Heer danken voor de behouden terugkeer van Hannepannetje.
Heer heeft haar onbevlekt teruggeleid naar de beschermende schoot van de zustergemeenschap. Al waar zij wederom zijn liefde zal kunnen ontvangen. Ten einde één te worden met hem. Zo zal zij de aardse wereld voorgaan om te getuigen van zijn liefde. Monsieur Frederiks zal voor deze gelegenheid de mis opdragen. Bedankt. Dan ben je toch een leuke meid. Zonde hoor. Oh, wacht even! Los, help! Goed werk hier. Jongens, snel!